4 jaar was, kwam ik toen met een tante in een kerk. Ik zag daar een geweldig crucifix aan de muur hangen. En toen raakte ik toch dermate van streek. En overstuur en ontzettend huilen en snikken. En wat zei ik nou maar steeds? Die meneer komt er nooit meer af. Die meneer komt er nooit meer af. Daarachter het weten van, ik ben het zelf, ik kom er nooit meer af. U heeft veel geleden? Ontzettend. Niet anders dan. En het heeft ook de gevolgen gehad dat ik dus... ik kan wel zeggen 2 maal gestorven ben, maar die dood heb overleefd. Op een manier waar niemand dus iets van begrijpt. Mijn vader was dus een Ier, heb ik nooit gekend. Die is in de Eerste Wereldoorlog gesneuveld. Mijn moeder is toen getrouwd met een meneer Noodhoffer van Goor. Die was dus mijn vader helemaal niet. Die was zo ontzettend aan de drank, die was permanent in een delirium. En mijn moeder was iemand die zo kwaadaardig en zo boos en bovendien mijn hele bestaan... zo verschrikkelijk eigenlijk verafschuwde, of vooral daarom, omdat ik zo ontzettend op die Ier leek. Dus iedereen zei altijd, dat kind, dat is helemaal niet van die Noodhoffer. Dus ik was als het ware het levend voorbeeld van mijn moeders bedrog. Hij was ook heel naar voor mij. Hij nam bijvoorbeeld mee naar Amsterdam en dan liet hij me kaal scheren, zoals je dat dan doet met vrouwen die dus eigenlijk als hoeren worden beschouwd. Ik werd toen 7 jaar en toen kwam hij in die nacht, kwam hij dus naar me toe en haalde hij me uit bed. En toen zei hij, Mary, ik heb nu Veronaal ingenomen, dus binnen een paar uur leef ik niet meer, maar ik heb je expres wakker gemaakt. Want ik wil dat je dit meemaakt, want jij zult altijd weten op de dag dat jij geboren bent, ben ik gestorven. Dat is dus toen ik geboren werd en toen hij dus onmiddellijk zag dat ik dus op die Ier van die Ier was. Wat hij ook altijd al aan twijfelde. Dus dat je dat altijd zult weten. De dag dat jij geboren bent, ben ik gestorven. En dan heeft hij ook mijn moeder wakker gemaakt. Dat hebben we de hele nacht, had hij nog gedekt voor een souper. Hij was zelf ook in smoking. En dat hebben we de hele nacht daar gezeten en zitten wachten tot hij stierf. Dat was dus op mijn 7e verjaardag. Hij is meteen daarna begraven. Hij was erg lang, de kist was dus te kort. En toen hebben ze dus zijn voeten eraf gezaagd. Waar ik dus bij was. Toen is mijn moeder ogenblikkelijk naar Amerika gegaan. Want die had toen al die Amerikanen, had ze al dus heel lange verhouding mee. Toen ben ik gewoon bij mensen, bij buren die medelijden met me hadden, ben ik in huis genomen. Toen ik van een vriendinnetje op school, ik was 12 jaar. Die zei, ja, tegenwoordig in de Naarde Kerk in Naarden, daar wordt nou ieder jaar de Matthäuspassion uitgevoerd van Bach. Ik wist amper wie of wat het was. Maar als je dan op de goede, dag voor de uitvoering, weet je, generale repetitie, dat kostte maar een kwartje en dan kun je dat helemaal horen. Ik wist helemaal niet wat het was, maar ik wist alleen maar, ik moet en ik zal daarheen. Toen ben ik achter een pilaar gekropen en toen kwam die muziek. Kreeg ik zo'n ontzettende emotie. Het was gewoon, toen, ik heb misschien een kwartier of 10 minuten kunnen luisteren, toen was ik totaal bewusteloos. Dat hebben ze me daar ook vandaan moeten halen. En toen wist ik opeens, ik wil mijn hele leven alleen nog maar eigenlijk voor Bach leven. Ik wilde dus concertpianiste worden. Ik wilde alleen nog maar in mijn leven Bach brengen. En een Bach brengen zoals ik hem voelde. Toch als een soort bemiddelaar tot die Christus waar ik dan mijn hele leven mee rondliep. Van die meneer, die komt er nooit meer af. En toen
twee dagen voordat ik dat eerste concert zou geven, kreeg ik een absolute verlamming in mijn linkerarm. Ik moest minstens een half jaar met mijn arm in een doek lopen. Het was natuurlijk afgelopen. Toen heb ik dus die vreselijke depressie gekregen, die jaren. Ik kan wel zeggen dat ik 12 jaar zo'n beetje in bed gelegen heb daarna. Met het idee van, nou, mijn leven is verloren. Als ik dus macht niet kan brengen, dan heeft mijn leven geen zin meer. Toen heb ik die geweldige toestand gehad met die, ja, noem het maar, dat sterven. Het is onder een narcose gebeurd. Toen ben ik dus gekruisigd. Ik heb dat dus precies meegemaakt. Ook altijd geweten dat ik dat ook zou meemaken wat ik toen als kind had gezien. Toen kwam er voor de eerste keer dus een stem die tegen mij zei. En die stem die hoor ik nu dus tot op de huidige dag. Gaat regelmatig zo met mijn tussenpozen, spreekt die tegen mij. Maar die zei dus de eerste keer tegen mij, het is 12 uur, de tijd slaat om, het valse lied is uit. Toen is het allemaal begonnen. Toen is er een werk ontstaan, noem dus maar mijn hele schildersoeuvre, waar ik zelf nog steeds van zeg als ik er naar kijk, als ik zeg, ik weet niet wie dat gaat, ik ben dat niet. Iedereen zei, wat een raadselachtig werk is dat. En die ging me dan vragen stellen die ik dus niet kon beantwoorden. Want als ze zei, wie heb je les gehad, of waar inspireer je je bij, of welke academie heb je af, of welke techniek volg je, of wel. Ik wist überhaupt niets van. Dat zijn bijvoorbeeld weer dingen waar mijn zoon van alles van weet. Want die is ook een aanleiding daarvan kunstgeschiedenis gaan studeren. Hij is ook kunsthistoricus, geeft voordrachten en lezingen over kunst. En nu eindelijk is hij zover dat hij nu ook werkelijk durft te zeggen wat hij dus van die schilderijen van zijn moeder denkt. Ja? Ieder stippeltje wat quasi nonchalant is neergezet, blijkt achteraf te passen bijvoorbeeld in een bepaalde getallensymboliek. Je merkt aan die stippeltjes dat telkens weer sprake is bijvoorbeeld van het getal 7. Dat ontdek je dan. In zekere zin brengt dat hetzelfde soort verrassing bij mij teweeg als wanneer ik dan lees in het boek Bach en het getal. Dat blijkt dat alle muziek van Bach beantwoordt aan een heel bepaalde getallensymboliek die niet door New Age figuren is uitgedacht, maar die door een aantal wetenschappers is ontdekt. Het ontzettende proces dat in mij heeft plaatsgevonden is dat muzikale genie, wat ik toch eigenlijk was, zich heeft omgezet in een schildersgenie. Toen heeft die stem een gegeven moment tegen mij gezegd, je moet een ruimte zoeken waar nog nooit iets in is gebeurd. En in die ruimte moet je schilderijen maken van de Matthäuspersoon op teksten dus van Bach, waar die mij dus gered hebben, omdat ik kan zeggen, ik heb toch dat enorme ideaal wat ik had, ik wil eigenlijk mijn leven aan Bach wijden. Het is me nou toch gelukt. Ik heb in schilderijen, heb ik toch die muziek kunnen omzetten. Dat ik toen na die tijd, was ik 50 of 51 jaar, niet meer verouderd ben. Het eerste wat die helderziende Russische paragnos tegen mij zei, de laatste 30 jaar van je leven, die heb je eigenlijk helemaal niet geleefd in het fysiek. Dat ben je helemaal niet. Dat is een heel ander wezen. Die is daar eigenlijk opnieuw begonnen. U beschouwt uzelf als overleden? Ja, in die zin zoals ik dat vroeger was wel. Ik herinner nog wel de dingen van vroeger, maar ik ben het niet meer. Ik praat ook in de eerste plaats bijna nooit over die dingen. Want niemand begrijpt er iets van. Iedereen denkt altijd op de achtergrond dat hij is gek of die is hysterisch. Maar ik ben tegelijkertijd ook heel ontzettend nuchter. Terwijl ik dus helemaal niet in de wereld ben en absoluut ook voel dat ik hier niet in leef. Ik voel het steeds